Houd bij bouwplannen beter rekening met de behoeftes van senioren. Dat is een advies dat de ouderenraad heeft. En dat is geen nieuw advies, toch, Tom? Nee, het is geen nieuw advies. We zijn er al jaren mee bezig. Alleen het probleem is dat niet iedereen het goed op het netvlies heeft staan. En daar lopen wij tegenaan. De bouwplannen worden op dit moment ontwikkeld zonder dat gesproken wordt met de ouderenraad. En dat is een gemis in het totaal. Het effect bij de bouwplannen is dan dat er woningen worden gebouwd, levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat ze wel aangepast worden aan de eisen van deze tijd, maar dat in de praktijk blijkt dat ze niet geschikt zijn voor ouderen, omdat ze niet voldoen aan de oppervlaktegrootte. Men kan niet ruim draaien in badkamers. Men kan de scootmobielen niet kwijt. Men kan de elektrische fietsen niet kwijt. Er zijn geen oplaadpunten. En er is geen gemeenschappelijke ruimte waarin men gezamenlijk koffie kan drinken. En dat betekent ook dat men wel blijft wonen in de woning die men heeft, maar dat men dan langzamerhand een beetje vereenzaamt, omdat dan het contact met anderen, met de medebewoners, verwaterd en slechter gaat worden. Dat betekent dus dat de eenzaamheid voor die ouderen vergroot wordt. Dat is helaas jammer, maar zo is het op dit moment. Er wordt ook veel gesproken over doorstroming. Dat is het probleem wat een beetje op het konto geschreven moet worden van de regering, die een paar jaar geleden besliste dat verzorgingstehuizen niet meer nodig zijn. CQ worden afgebouwd. En dat de ouderen maar langer thuis moeten blijven wonen. Dat is het advies eigenlijk van de regering. Langer thuis wonen betekent in veel gevallen dat de woning moet worden aangepast. Trapliften moeten er komen, er moeten uitbreidingen plaatsvinden. Slaapkamer moet meestal naar beneden. Het gaat ten koste van de WMO gelden. Het zijn geen eenvoudige ingrepen. En dan nog komt men naar verbeteringen en aanpassingen van de woning na enkele jaren er toch achter van ja, het liefste is dat we toch gaan verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Maar dan moeten er wel woningen komen waar die geschikt zijn voor de ouderen. Waar ze jaren kunnen blijven wonen en waar ze ook eventueel zorg kunnen krijgen. Dat betekent dat je met velen bij elkaar kunt komen. De zorg kan zich concentreren op dit aantal woningen die er zijn en de ouderen die er zijn. En dat betekent dat het voor de zorg makkelijker is en waarschijnlijk ook goedkoper is om nu, zoals het nu op dit moment gebeurt, dat ze om de 2 uur weer verkassen moeten weer naar een andere woning. Of een uurtje hier, een uurtje daar, een uurtje hier, een uurtje daar. En straks is dat makkelijker als je een soort verzorgingshuis hebt. Het is geen verzorgingshuis, daar pleiten we ook niet voor. Maar een soort verzorgingshuis waar de zorg door 1 instantie kan worden gericht aan de diverse ouderen die in het huis wonen. Ja, we kunnen het een knarrenhof noemen, hè? Je kunt het een soort knarrenhof noemen. Alleen, het is niet zo. Bij knarrenhof krijg je een verplichting opgelegd om mee te doen met de hele groep. Dat staan wij niet voor. Wij willen de ouderen niet verplichten om ergens te gaan wonen en dan ook nog verplichten dat ze iets moeten gaan doen. De ouderen hebben lang genoeg gewerkt. Ze hebben genoeg bijgedragen aan de maatschappij. En ze willen rust hebben. Maar dan rust in hun eigen omgeving met gelijkgestemden. En daar streven we naar. Zijn er ook bouwprojecten waar het wel goed gaat? We hebben via de gemeente Hoorn hebben wij de toezegging gekregen dat wij op de oude hockeyvelden tegenover het raadhuis aan de Nieuwe Steen, dat we daar 60 oudere woningen kunnen bouwen.
De bouwplannen worden op dit moment ontwikkeld. We hebben binnenkort de eerste gesprekken met de architecten over hoe moet de woning eruit zien, hoe moet het appartement eruit zien, hoe moet de omgeving eruit zien, want ook dat is belangrijk. Als men daar gaat wonen en we moeten gebruik maken van scootmobielen en rollators, dan moet ook de omgeving daarop aangepast zijn. Niet dat we 5 meter kunnen en dat weer een trapje op moeten, want dat is niet de bedoeling. Die plannen worden op dit moment ontwikkeld en we hopen dat we binnen nu en 1 jaar bezig zijn met de bouw van die appartementen. Het zijn 2 losse appartementen met een ontmoetingsruimte in het midden waar de mensen elkaar kunnen ontmoeten. En projectontwikkelaars zijn er een beetje huiverig voor om standaard een aantal seniorenwoningen in een plan op te nemen? Nou, ze zijn er niet huiverig voor. Alleen, ik denk niet dat ze weten hoe een seniorenwoning voor de toekomst, hoe die eruit moet zien. Ze worden op dit moment levensloopbestendig gebouwd. Dat we zeggen van 20 jaar tot 80 jaar zou men daar kunnen wonen. Alleen ze hebben geen rekening gehouden met de mankementen die men kan krijgen in de toekomst. Om daar ook de ruimte voor te reserveren. En daar is het probleem waar we op dit moment tegenaan lopen. Daarom vragen we ook aan de gemeente om ons als ouderenraad tijdig in te lichten over wat voor bouwplannen komen er. Wat voor grote bouwplannen. En er zijn er nogal wat bouwplannen binnen horen in de maak. Ik noem het Pelmolenpad, Prisma locatie, Poort van Horen, Horen Noord, Eikstraat. Dat zijn nogal wat grote projecten. En als wij daarin betrokken kunnen worden, dan kunnen we daarin woningen bouwen voor ouderen geschikt voor de toekomst. Ja, want het zijn natuurlijk ook nog projecten die dicht bij de voorzieningen liggen. Dat is een van onze uitgangspunten. Het moet dicht bij de voorzieningen liggen. Het moet bereikbaar zijn. Openbaar vervoer moet in de omgeving zijn. Dus daar pleiten we ook voor. We hoeven dus niet te bouwen als ouderenraad op de voormalige gevangeniscomplex. Want dat ligt te ver af van voorzieningen. Het moet loopbaar zijn en het moet geschikt zijn voor openbaar vervoer, bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Daar kijken we naar. En hoe is hier door de gemeente op gereageerd? De gemeente kent onze wensen. We hebben vorige week nog een gesprek gehad met de gemeente, met name met de wethouder mevrouw Van der Ven. Die kende onze problemen, wist van onze problemen. En we hebben alleen nog maar op aangedrongen om ook in de toekomst nog meer te kijken naar inschakeling van de ouderenraad bij de ontwikkeling van grote bouwprojecten. En zij heeft dat weer toegezegd. Op dit moment was er wat stagnering, omdat de projectleiders van de diverse grote projecten het niet helemaal op de hoogte waren van de eisen die de ouderenraad stelt aan woningbouw. Zij zou zich daar opnieuw sterk voor maken. Dus we wachten af.